kijkers van de Online Garage. Vandaag werken we weer aan de Mazda MX-5. En we gaan weer eens een upgrade doen in plaats van een reparatie. De vorige keer zijn het alleen maar reparatiedingen geweest. De versnellingsbak die stuk ging, et cetera. Maar vandaag gaan we weer eens wat leuks doen. Wat ook echt de performance gaat verbeteren. En er anders gaat uitzien, netter gaat uitzien onder de motorkap. Dus daar gaan we mee bezig zijn. En jullie hebben het in de titel of thumbnail al gezien. We gaan coilover plugs installeren. Wat zijn dat? Dat ga ik jullie uitleggen. In het Engels is hier de coil pack, in het Nederlands de bobine. Die zit hier achter op het motorblok en er zitten de 4 kabels naar iedere bougie toe. Dat is standaard op de MX-5 ook. Op mijn MX-5 is dat ook nog steeds standaard. Dat is niet ideaal, want de draden waarmee de bobine met de bougie zijn verbonden, ze zijn een beetje gelimiteerd aan de hoeveelheid stroom die daarheen komt. En er zit ook een kleine vertraging tussen het moment dat hij hier vonkt en het moment dat de vonk er echt uitkomt. En het ziet er, wat mij betreft, niet zo netjes uit. En, er blijven maar redens komen. Dit is een 25 jaar oude bobine. En inmiddels is er veel modernere technologie beschikbaar. En dat is, hier ligt dat op tafel. Dit is de Coil On Plug Kit van Hummelink Modifications. Heb ik al eerder meegewerkt. Ik heb samen met Hummelink Modifications mijn motorblok gebouwd. En ik zou die ook zeker gaan checken voor ITB kits, motorblokken bouwen. En dus ook Coil On Plug Kits. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten naar Hummelink Modifications. Dit is de kit, of onderdeel van de kit. Ik kon het niet laten om dit al zo in elkaar te zetten, want het ziet er gewoon heel erg cool uit. Een heel mooi gesneden plaatje van Hummelink Modifications, waar je dus bobines op kan zetten. Dit zijn bobines van Toyota. Volgens mij zitten deze bijvoorbeeld ook op een Prius. En dat is een stuk modernere technologie dan Mazda beschikbaar had in 1998. Of voor NA zelfs nog ouder. Dit is een heel mooi kitje van Hummelink Modifications, want het is helemaal compleet. Het stukje draadboom zit erbij, zit zelfs boutjes bij en een instructie, dus dat gaat helemaal goed komen. Het allereerste wat we moeten doen is de huidige bobines en bougiekabels loshalen, weghalen en niet meer naar kijken. Ik heb al wat voorbereidingen gedaan. Normaal loopt mijn strutbrace zo over de motor en dat maakt het niet echt makkelijk om hier aan te werken. En ik heb ook mijn bougies er al uitgehaald. Tenminste, dat hoeft niet eens, maar ik wou gewoon mijn bougies bekijken. En dat heb ik voor deze video gedaan. Dus vandaar dat mijn kabels allemaal zo makkelijk loskomen, omdat ze niet echt op een bougie geplopt zitten. Alle kabels, die kunnen gewoon weg, want die gaan we ook niet meer gebruiken. Dat is het hele punt van de Coil On Plug Kit. De bobine zit hierachter, volgens mij met 2 boutjes vast. Maar het kan zijn dat die van mij stiekem maar met 1 boutje vast zit, omdat ik dan makkelijker op kan zetten en af kan halen. Met de Coil On Plug Kit hoef je dus ook nooit meer deze irritante bouten los en vast te maken. Dit is de originele bobine die ik er nu uithaal. Ik moet hem nog eventjes lospluggen. Zo, die is los. Dit is de originele bobine die we dus niet meer gaan gebruiken. Wat er ook af moet zijn deze 2 plasticjes die normaal de kabels bij elkaar houden. Je moet dit schroefje niet laten vallen, want dan ligt die in de verbrandingskamer. Dat hebben we niet meer nodig. Alle originele troep is weg en ik heb het ook allemaal een beetje schoongemaakt. Dit gaat straks hier zo komen en het gaat er super vet uitzien. Eerst moet ik dit aluminium bracketje even vastmaken en daarvoor moet ik deze 3 bouten die de kleppendeksel vasthouden loshalen, zodat die plaat die hier zo zit ertussen kan. En dan kan deze mooie plaat hier zo op en dat ziet er nu al super strak uit. Ik heb net hier onder schoongemaakt, maar dat had niet eens gehoeven, want zo zie je het niet eens meer. Het is nu toch daaronder netjes, dus dat is wel netjes en fijn. Deze bouten kan ik gewoon gebruiken om dit vast te zetten, inclusief de plaat.
Dat ziet er nu al super mooi uit. En dan moet ik gewoon de bobines er nog even opzetten. Boutjes ervoor, die heb ik erbij gekregen. En dan inpluggen. Gaat redelijk makkelijk zo. De eerste bobine, kijken hoe die past op de bougie en op het boutje gat. Nou, gaat goed toch? Ik merk dat hij niet echt zo'n plop heeft als de originele bobine of de bougiekabels. Dus ik twijfel nog een heel klein beetje of die goed aansluit. Maar ik gok van wel, want het is ervoor gemaakt. Die houden de bobines op zijn plek. Ik moet eigenlijk eerlijk bekennen dat het zo eenvoudig is dat ik niet eens de instructies volg. Dus het kan zijn dat ik een fout maak. Maar tot nu toe denk ik dat het allemaal klopt, omdat het zo goed past. Ik heb geen idee wanneer deze video uitkomt, maar het heeft net gesneeuwd. En ik had nog even wat plezier met de Subaru gehad. Dus hier een filmpje in beeld. En ik weet dat er is één koplampstuk, maar ik ben te lui om die te fixen. Supermooi afgewerkt kabelboompje die ik mooi kan inpluggen. Het is heel duidelijk. De kortste kabel die komt natuurlijk hier. En dan komt die daar. En dan komt die daar. En die daar. Supermooi. En deze die kan ik inpluggen waar ik net de bobine heb losgekoppeld. Maar voor ik dat ga doen, ga ik even de software in mijn Megasquirt updaten. Want dat moet je niet doen met de bobines aangekoppeld. Want dat las ik in deze instructies. En dat wist ik ook al wel, want dat is gewoon niet slim om te doen. Want dan kunnen de elektronica doorfikken. In de instructie staat dat ik de dwell times moet aanpassen in de Megasquirt software. Dus dat heb ik gedaan. Cranking dwell 3.5 en nominal dwell 2.5. Dat staat hier, of 2.4, heb ik dat goed? Ja, 2.4. Dus dat klopt helemaal. Helemaal geslaagd. Ik weet niet precies wat dwell doet, maar ik heb het ingesteld zoals het moet. Dus dat gaat helemaal goed komen. Het enige wat ik nu moet doen is de kabel inpluggen en testen of het werkt. In de instructie staat dat ik contact aan moet zetten en moet voelen of de bobines niet warm worden. Dit voelt ijskoud, want het is hier ook ijskoud. Dus ik denk niet dat ze warm worden. Ik laat hem nog eventjes gaan. Maar volgens mij is het wel redelijk duidelijk dat dit zo goed gaat. En ja, dan denk ik dat we maar gewoon moeten gaan starten en kijken wat er gebeurt. Hartstikke mooi. Nu wil ik mijn timinglamp er nog aan hangen. Ik ben even een rondje aan het rijden om te testen of de bobines het goed doen. En ja, eigenlijk merk ik geen verschil. En dat is eigenlijk het beste nieuws dat ik kan hebben. Want met het vermogen wat ik nu heb, had ik al geen problemen met mijn huidige bobine. En is deze bobine alleen nog maar beter voor hogere vermogens. En ja, hij doet het hartstikke goed. Hij loopt goed. Vol boost. Gaat allemaal helemaal goed. Ik moet niet tegen de zon in filmen, want dan zien jullie niks, nu zie ik niks. Ik zal eventjes één pool doen, kijken of ik het kan filmen. En dan hebben jullie dat ook even gezien. Hij doet het super goed. Dat was het voor deze video. De coil packs doen het fantastisch goed. Dat hebben we allemaal gezien. En het installeren was hartstikke makkelijk.
Dus ben je nou je auto aan het upgraden? Wil je dat het er netter uitziet onder de motorkap? Wil je bougiekabels weg hebben? Of wil je gewoon een sterkere vonk voor je hogere vermogen? Dan zou ik dit zeker overwegen te nemen. Want ik ben er hartstikke blij mee. En het werkt hartstikke goed. En we gaan straks op de dyno gaan we zien of we er ook echt flink vermogen mee kunnen maken. Doe een like op deze video. Abonneer op mijn YouTube kanaal. Zeg ik tot de volgende video. Dag!